Jawel, over achter. Zoet. Moet je die kant op schuiven, man? Ja, man. Moet je een beetje make-up, een beetje stylen. Nee. Hallo. Nee, over. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Pien. En ik ben Sanne. En dit is No Shit. Papa, zou je een Twix naar mij kunnen pasen? Ja hoor. Doe dat alsjeblieft. Jee. Oké, Pien, vertel eens, wat gaan we doen vandaag? Vandaag slijm maken. Ja, want Pien, die is echt verslaafd aan slijm. Slijm. Vroeger heb ik ook wel heel veel slijm gemaakt, vooral met Pien. Maar eerst had ik heel veel slijm. Ja. En nu heb jij nog steeds heel veel slijm. Ja, maar... En ik heb het dus best wel lang niet meer gedaan, dus ik wil het wel weer een keertje doen. Ik heb ook al heel veel gegooid. Ja. Oké, als jullie nu al zin hebben in deze video, doe dan zeker blij even omhoog. En comment even of jullie al vaak slijm hebben gemaakt. Volg ons anders ook op Insta. En wij gaan nu naar de Action toe om alle spulletjes te halen voor het slijm. Oké, wij zijn terug. En we hebben een hele tas vol met spullen gehaald. En we gaan jullie even laten zien wat we hebben gehaald. We hebben 2 flessen lensvloeistof. En we hopen dat deze goed is. Want we konden niet goed vinden of hier echt nou borax in zit. En dat moet er eigenlijk wel in zitten. Dus we hopen maar dat het erin zit en dat het werkt. En we hebben 2 flessen scheerschuim. Yep. Lijm. 4 potten. Voor ieder 2. En hier glitters. En die zijn super schattig. Ik ga ze even van dichterbij laten zien. Kijk, hier heb je 3 kleurtjes en dat zijn weer flakes. En hier heb je 3 kleurtjes en dat zijn meer glitters. En die vonden we allemaal heel erg schattig. Dus die willen we ook voor in de slijm gebruiken. En als laatste hebben we nog ieder een bak om het slijm in te maken en te bewaren. Verder hebben we zelf nog deze balletjes, heeft Pien nog. Dat zijn, wat zijn dat voor balletjes? Ja, het zijn foamballetjes. Ja, en die heeft ze een keer bij een andere soort slijmset gekregen. Die heeft ze niet opgemaakt. En we hebben hier verder in nog allemaal verf die we kunnen gebruiken. Weet jij al welke kleur verf je gaat doen? Ik denk bij je lichtblauw. Maar zeg jij de blauw? Ik denk dat ik voor roze of goud ga. Oké, wat moet als eerst doen? Lijm, toch? Ja. Oké. Gewoon alles erin. Dus we gaan gewoon de dopper eraf draaien en alles erin doen. De lijmpotjes waren trouwens 75 cent per stuk. Wat is nu de stap? Moeten we nu eerst kleuren doen of eerst... Eerst kleur. Kleur, oké. Okay. Welke kleur ga jij doen? Geel. Ga je geel doen? Ja. Lekker bij passend bij je shirt. Ik ga... Nee, ik vind daarbij... Ja. Geel is... beter passen. Groen. We hebben groen. En oranje. Oranje is ook gaan. Ik ga oranje doen. Ja, ja. Okay. Ik begin met niet zoveel. Nee. Nou, misschien ook wel, want je doet er natuurlijk ook nog scheerschuim bij. Hoe heb jij gedaan? Zo. Ik heb denk ik iets minder, maar... Oké, we gaan nu mengen, wacht. Wow, zo! Alleen, ik ga het niet proberen zoveel mogelijk... Ik ga proberen niet zoveel mogelijk op de zijkant. Dat heb ik een keer gehad, dan krijg je er bijna niet meer vanaf. Dan moet je toch ook alle glitters en dingen erin doen en dan pas het scheerschuim? Zal ik een nieuwe lepel voor je pakken? Ja, dat is wel. Soepel! Schattig, ja. Doen we nu glitter en alles in doen, want dat is wel goed als je het nu denk ik al doet. Oké, welke wil jij? Wacht. Nature. Ik ga wel de lepels eraf halen, want dit gaat niet makkelijk. Kan je dit gewoon draaien? Bij mij komt je wel voor uit, hoor. Kijk. Als je gewoon zo doet, Sam. Ik denk dat ik nu ongeveer de helft heb. En mijn hele... Ik ga zo meteen even goed laten zien. Oh wow, hoe gaat het eruit zien? Oké, ik ga het even mij even laten zien. Ja, je kan het niet zo goed zien. Maar maakt niet uit. Het is heel gaaf. Het is heel gaaf. En nu nog van deze. Ga ik ook de... Oh, ik zou het doen. Deze? Ja. Hoor dat geluid. Ja. Ik denk dat ik het zo ga doen. Oké.
dit is heel gaaf. Kijk dan, Sam. Ik denk dat ik er ook misschien wel meer bij ga doen. Maar je hebt ook nog balletjes, hè? Zullen die je eerst doen? Nee, ik ga geen balletjes erin doen. Alles... Ja, nee. Omdat er zo'n lijn is. Zo, die is op. Okay, die vind ik heel spannend. Spannend. Dit is zo en dan de helft die andere. Kijk, bij mij. Wow, dit is echt heel veel glitter. Oh, die is gaaf. Kijk zo. En dan nog één ding. Zou ik nog een andere doen? Maar als je nu al twee potjes hebt opgemaakt, ik denk dat het anders te glitterig wordt en dan wordt het niet meer mooi. Hoe dan? Let's put some scheerschuim. Thank you. Goed schudden. Moet ik bijna vergeten. Deze scheerschuim was volgens mij trouwens iets van 2 euro. Volgens mij. En die glitterpotjes heb ik eigenlijk niet op gelet. Ook iets van 2 euro denk ik. Hoeveel? Zoveel als je wil. Oh wow, kijk dan hoe gaaf. Dat ruikt lekker. Oh ja. Ik doe eerst zo. Ik heb nu 1 laag. Kijk dit. Ik ook, maar het ziet er meer uit. Gewoon, ik heb het hoger. Ik denk dat die voor mij op zich wel... Klaar is. Dit is de kleur voor mij. Voor mij is het nog niet helemaal goed. Oké, zo kan ik niet goed zien. Ja, ik vind het een mooi kleur, denk ik. Het is heel veel. Maar het is wel heel veel. Ik denk dat ik echt te veel scheerschuim heb gedaan. Maar je kan de kleur niet heel goed zien, maar dat komt door het licht. Maar dat laten we zo meteen wel even beter zien. Het is goed. Oké, hopelijk is het dus de goede. Kijk uit, want die ring die valt er anders af, dus die moet hier even zelf op gaan. Dat gaat ook dus. Ja, oké. Okay. Goed, als het genoeg is. Even, dit wil ik ook een beetje meer doen. Oké. Okay. Ja, dit is de goede. Ja. Kijk maar. Ja, maar mij ook. Ik ga die van mij niet helemaal in mijn handen doen, want die van mij blijft gewoon plakken. En ik heb er echt veel in gedaan, dit is bijna leeg. Maar ik kom wel even dichterbij om het goed te laten zien. Dit is die van mij. Oké, dus dit is het uiteindelijk geworden. En ik ben er wel blij mee, alleen ik vind het jammer dat die nog steeds een beetje plakkerig is. Maar misschien kan ik dat later nog een keer fixen. Ik vind die van mij ook goed. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk dat over Pien in de video was. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Doei.